Welkom, drie vertegenwoordigers van heel bijzondere scholen die jullie een bijzonder verhaal gaan vertellen en dan heel duidelijk maken wat het dan ook bijzonder maakt. Ik begin met een voorstelrondje. Nou, mijn naam is Kelly van der Zee. Ik kom uit Landgraaf en ik heb op het Charlemagne College gezeten. En ja, dat was het. Ik ben Simon Hulshoff. Ik zit in Beverwijk op de Koersschool voor Ondernemend Leren. Dat is een Sudbury school. Dankjewel, Simon. Ja. Ik ben Mevaro. Ik ben een oud-leerling van de IMC Weekendschool van Amsterdam-Noord. Het is een goed initiatief voor bepaalde doeleinden van je toekomst. En daar gaan we het zo meteen nu over hebben. En, nou, ik blijf bij jou, oma. Kun jij iets vertellen over de school en ook tegelijkertijd vertellen wat het bijzonder maakt? Nou, de IMC Weekendschool is opgericht door Helene ter Weijden, de directeur van de IMC Weekendschool. En het is een driejarig school op zondag. Dan is de tijden van 10 tot 3 of wat eerder. En dan is het dat je de toekomst kan zien. Dat je de toekomst kan zien wat je later wil worden. Dus dat je eerst niet de theorie krijgt, maar zeg maar dat je een advocaat mee krijgt, met een rechter mee kan, met de gekste beroepen mee kan. Of je komt op de gekste plekken waar je nooit kan als je niet op die school bent. Veel mooie praktijkervaring. Dus ja, ook. En je moet in deze wereld gewoon goede connecties hebben voordat je echt hoog kan beginnen, zeg maar. En het blijft niet alleen bij dat school. En dat school is zo speciaal dat bijvoorbeeld als je ook afgestudeerd bent, zeg maar, je krijgt een diploma daarvoor. En dat je ook door kan gaan, zeg maar, door discussiëren wat je wil gaan worden. Of privélessen kan krijgen. Je kan heel veel kanten kan je erop. Mooi te horen. Je gaat dus met heel veel bagage uiteindelijk op stap als je die school hebt gevolgd. Simon heeft ook een succesverhaal over een heel aparte, mooie school. Ja, ik heb vanaf de brugklas ging het steeds slechter met mij. Ik haalde lage cijfers en ik werd steeds moeier en ik had nergens meer zin in. En uiteindelijk heb ik zelfs nog een tijd in therapie gezeten, omdat ik echt zo depressief als een zwart gat was. En toen uiteindelijk hebben ze daar heb ik zelfs 4 dagen in de week gewoon therapie gehad, dagtherapie. En toen las ik in de krant dat er een school gekomen in Beverwijk. En ik las dat je daar zelf de hele dag kon kiezen wat je deed. En dat je daar de hele dag vrij bent om te doen wat je wil. En dat over alle afspraken, of je nou 4 of 18 bent, dat daar gewoon met elkaar over wordt besloten. Dus dat je altijd evenveel te zeggen hebt als ieder ander persoon in de school. Uiteindelijk betekent dat voor mij dat ik gewoon niet meer gedwongen word om keuzes te maken op een school. En ik vind dat heel erg fijn. En het zorgt er voor mij dat ik me gewoon weer wat vrijer voel op school. Heel, heel mooi vertaald. Ik kom zo meteen er nog even op terug. Kelly, wat maakt het bijzonder om met de module gelukskunde gewerkt te hebben? Het maakt je bijzonder. Gelukskunde zag het al. Je leert hoe je gelukkig moet voelen. Ik heb in het eerste jaar heb ik 3/4 van het schooljaar niet mee kunnen doen. Ik was altijd veel te moe en ik zag altijd overal het negatieve van in. En ik heb een aantal lessen gelukskunde gehad en ik heb me daar zoveel beter door gevoeld. Ik heb geleerd hoe ik negatieve gedachten op een briefje moest schrijven en dan weg kon gooien in een prullenbak. En dat ik alles zo op die manier van me af kon zetten. En als ik al met 3 lessen of 4 lessen zo'n steun heb gehad door gelukskunde, dan wil ik niet weten hoeveel steun je krijgt als je gewoon het hele jaar gelukskunde hebt. En ik heb heel veel steun gekregen. Ook door Theo Wismans, door mijn ouders. Ik ben naar psychologen gegaan, alles. Niemand wist waar mijn moeheid altijd vandaan kwam. Bleek dus dat het een chronische moeheidsstoornis, een moeheidssyndroom was. En dat je daar eigenlijk gewoon moet leren hoe je er zelf mee om moet gaan. En dat is de manier hoe je er bovenop komt. En ik wil iedereen meegeven dat je kan steun krijgen van wie je wil. Het is allemaal heel mooi meegenomen, het helpt je ook. Maar uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. En met gelukskunde kom je er sowieso bovenop. Nou, je hebt direct wel de boodschap meegegeven aan het land. Dus dat je het zelf moet doen, dat het vanuit je hart komt. Ik ben er ook heel trots op dat je dat gelukt is.
Ik zie bij Simon ook eigenlijk overeenkomsten. Kun jij ook meegeven aan de aanwezigen hier aan het land? Misschien dat je een tip meegeeft vanuit jou? Ja, wat denk ik het allerbelangrijkste is, is dat, dat je keuzes maakt op hetgene wat je energie geeft. Ik had op een gegeven moment de keuze tussen of therapie of eindelijk een keer vrij te kunnen zijn op school. En ik heb toen gekozen voor, ja, ik heb een overweging gemaakt van, ja, van therapie of van school en van therapie word je gewoon doodmoe. En ik merk gewoon dat ik nu voor iets heb gekozen waar ik energie van krijg. Dus gewoon een plek waar ik kan doen wat ik wil. En ja, het heeft er bij mij ook voor gezorgd dat ik nu in België ben geweest om daar een school op te zetten die hetzelfde systeem werkt. Ik ben in Berlijn geweest met andere mensen van die school. Ik ben uiteindelijk voor de Raad van Democratische Scholen gevraagd. En net na mijn toetreding zijn we gegroeid tot meer dan 7000 leden. Dus ja, het geeft mij gewoon kracht. Ik kan nu veel meer dan dat ik ooit heb gekund. En ik had altijd de droom vanaf jongs af aan, of vanaf dat ik 10 was en de brugklas en ouder. Ik wilde me altijd weer voelen zoals ik was toen ik 6 was, toen ik nog energie had, toen ik nog... En dat voel ik me nu gewoon. Ik voel me gewoon weer echt gelukkig. Wil jij er nog wat aan toevoegen? Nou, ja, kom op het weekendschool als je de kans hebt, zeg maar. Want het is niet alleen goed voor je toekomst. Het is ook goed voor je samenwerken. Het is gewoon echt... Ja, je kan het niet beschrijven in zo'n korte tijd, zeg maar. Je hebt echt zo... Je kan ook op de site kijken. Ik weet niet of het staat. Het is imcweekendschool.nl. En er staat heel veel informatie over ons. Nou, ik denk dat wij met z'n allen hier hele mooie verhalen hebben gehoord van bijzondere mensen, bijzondere scholen. En neem ook de highlights van dit gesprekje mee. Ik denk dat we dan verder nog een hele mooie TEDx-use in Amsterdam zullen hebben vandaag. Dank je wel.